Welkom bij de serie Een anarchistisch ABC. In deze serie doen we een poging om verschillende concepten vanuit een anarchistisch perspectief te benaderen. Deze woorden leven echter in een complex van betekenissen, invalshoeken en analyses. Wat beschreven wordt in deze teksten, omvat daar dan ook maar een selectie uit. Deze teksten dienen vooral als een introductie tot complexe onderwerpen, waar nodig worden meerdere teksten, eventueel door verschillende auteurs, geschreven en opgenomen. De tekst die hier volgt gaat over eblisme en is geschreven door LV. Inleiding. In de basis verzetten anarchisten zich tegen onderdrukking. In een groot deel van de 19e eeuw was het verzet vooral gericht tegen het opkomend kapitalisme. Echter begonnen verschillende mensen ook andere vormen van onderdrukking aan de kaak te stellen. Het anarchisme werd op die manier al snel verrijkt met bijvoorbeeld feministische en antiracistische analyses van de wereld. Een van de vormen van onderdrukking die in recente jaren steeds meer aandacht binnen het anarchisme krijgt, is de onderdrukking van mensen met lichamelijke of mentale diversiteit. Er is een grote hoeveelheid aan diversiteit in de maatschappij en mensen worden op verschillende manieren gedisciplineerd en gekleineerd. Deze vorm van onderdrukking wordt eblisme. Soms wel validisme genoemd. Productiviteit. Het sociaal-economische systeem waar wij onder leven, het kapitalisme, vereist van mensen dat ze als producent leven. Een mens dient zoveel mogelijk te produceren, zodat de basis zoveel mogelijk winst kunnen opstrijken. In het moderne kapitalisme dient men daarbij ook nog eens een consument te zijn en zoveel mogelijk te consumeren. Cultureel is de productiviteit van een persoon een soort heilig doel geworden. Veel mensen voelen zich bijvoorbeeld al schuldig als ze een keer een avondje relaxen. Mensen die lichamen en breinen hebben die verschillen van wat als norm wordt gezien, zijn vaak niet op de manier productief waarop de basis dat eigenlijk willen. Zo kan het zijn dat het mensen meer energie kost om bepaalde activiteiten te doen en een voltijdbaan gewoon te veel is. Dan kun je niets anders dan minder uren werken, waarbij je maar moet zien hoe je van het lagere salaris rond moet komen. Dat is niet de schuld van die mensen. Maar van de manier waarop er gedacht wordt over productiviteit. Een mens zou niet gewaardeerd moeten worden op basis van dienstproductiviteit, maar dat gebeurt wel. We zouden juist mensen moeten waarderen omdat ze bestaan. En laten we dan eerst eens onszelf op die basis leren waarderen. Het zou sociaal onacceptabel moeten zijn om mensen te beledigen of dood te wensen omdat ze niet productief genoeg kunnen zijn. Nu krijgen mensen dat soort verwensingen continu uit de monden van politici, ondernemers en zelfs sommige arbeiders. Normaliteit. Een ander belangrijk probleem wat de anti-abolistische analyse aankaart, is het idee van een normaal mens. Door verschillende factoren in de maatschappij is er een idee ontstaan van hoe een mens dient te zijn en welk gedrag acceptabel is. Alles dat niet binnen de marges van die normaliteit valt, wordt al snel gewantrouwd, veracht en verjaagd. Mensen zijn sowieso redelijk bang voor elkaar gemaakt. Dat is ook niet zo gek als je kijkt naar wat de media ons voorschotelt. Bijzondere gruwelverhalen in het nieuws worden afgewisseld met fictionele gruwelverhalen in een televisieserie. Inmiddels lijkt het wel alsof mensen de aanname maken dat een ander hun vijand is totdat het tegendeel bewezen is. En dat bewijs is ook maar voorwaardelijk. Iemand die net iets anders in de wereld staat dan mensen gewend zijn, wordt dus met argwaan bekeken. Het gedrag kan niet geplaatst worden, ze leveren niet het noodzakelijke bewijs en dus wordt gedacht dat ze maar beter op afstand gehouden kunnen worden. Echter. Wanneer we zonder oordeel om ons heen kijken, merken we dat eigenlijk de meeste mensen wel deugen. Mensen die zich anders gedragen dan wat nu de norm is, hebben in de regel ook het beste voor met de medemens. Het zijn immers ook gewoon mensen. Door het andere gedrag niet te bestraffen, maar die diversiteit te omarmen, zou het voor iedereen een fijnere wereld worden. De mensen die niet binnen de normaliteit passen, hoeven zich niet meer te proberen te conformeren aan die normaliteit. Conformeren kost erg veel energie, als het al lukt. Zij die wel in de mal passen, krijgen een vrijkaart om eens zonder angst buiten die normaliteit te leven. Het probleem is hieroverigens niet dat de normaliteit te nauw is, maar het feit dat normaliteit bestaat. We moeten mensen leren accepteren voor wie ze zijn. Toegang. Mensen met lichamelijke en mentale diversiteit hebben niet alleen een wereld nodig waar hun diversiteit niet gedisciplineerd en gestraft wordt, ze hebben ook een wereld nodig die rekening houdt met die diversiteit. Een vergadering op 10 hoog vereist een lift. Elke film dient ondertiteling te hebben en elk treinstation moet een stilteruimte hebben. Dit zijn dingen die de toegankelijkheid voor mensen met lichamelijke en mentale diversiteit enorm vergroot, maar ook het leven voor mensen die binnen de huidige normaliteit passen kan vergemakkelijken. Een verlaagd stoeprandje is immers niet alleen handig voor iemand die met een rolstoel door de straten heen zoeft, maar ook voor de vader met de buggy. De maatschappij waar we nu in leven ziet veel van dit soort dingen als optioneel. Vaak is de esthetiek zelfs belangrijker dan de functionaliteit. Dan worden er bijvoorbeeld in grote gebouwen één of twee traptreden tussen ruimtes ingeplaatst. Door dit soort ontwerpkeuzes worden mensen met lichamelijke en mentale diversiteit ook de toegang tot veel sociale en culturele activiteiten ontzegd. De gemiddelde eigenaar van een restaurant of bioscoop zal pas aanpassingen laten bouwen als daar een wettelijke verplichting voor is, of als er weer eens rijkelijk met subsidies gestrooid wordt. Het is immers vaak niet kostenefficiënt om die aanpassingen te doen. In een maatschappij die draait op winst is dat een logische stap. Voor anarchisten, die een samenleving willen die is gestoeld op solidariteit, is het juist vanzelfsprekend dat er met iedereen rekening gehouden wordt. Conclusie: Ebelisme is een ontzettend breed onderwerp. Er zijn ontzettend veel manieren waarop mensen met lichamelijke en mentale diversiteit tot buitenstaander in de maatschappij worden gemaakt. Het is in dit korte stuk slechts mogelijk om een paar speerpunten te benoemen. Het belangrijkste voor het anarchisme is dat we naar een wereld moeten werken waar iedereen onafhankelijk van hun lichamelijke en mentale gesteldheid, zich gewaardeerd en veilig kan voelen. Het begint met kritisch zijn op ons eigen taalgebruik. Woorden als schizo, lam, artist, blind, achtelijk enzovoorts worden met grote regelmaat gebruikt op een manier dat mensen denigreert en van hun waarde berooft. Het is echter niet genoeg om alleen ons taalgebruik te veranderen. We moeten toegankelijkheid, wat niets anders is dan toegepaste solidariteit, de standaard maken. We moeten af van de productiviteitscultus, we moeten af van de normaliteit. Kortom, we moeten deze verrotte maatschappij afbreken en een samenleving daarvoor in de plaats opbouwen. Zoek je linkse boeken? Kijk dan eens op shaco.nl. Heb je interesse in anarchisme? Zoek je een anarchistisch netwerk? Kijk dan eens op www.vrijbond.org. Nou, leuk dat je luisterde. Heb je zin in nog meer podcasts? Overweeg dan ook om te gaan luisteren naar Onderstroom. Met mij, Alex te vinden op onderstroom.red